Iedere gemeente moet uiterlijk in 2024 een omgevingsvisie hebben vastgesteld. Daarin komen vaak belangrijke opgaven aan bod, zoals waar zetten we nieuwe woningen neer? Hoe gaat het met bedrijventerreinen? Waar komt de bereikbaarheid beter tot z'n recht? En hoe gaan we om met recreatie en toerisme? Erfgoed heeft daar een belangrijke rol in. Als dat erfgoed niet goed is meegenomen, dan kan de gemeenteraad daar later ook niet op terugvallen. Het is dus van groot belang dat u dat erfgoed goed inbrengt. En dat kan door te participeren. In dit blokje kijken wij hoe u dat het beste kunt doen. Als erfgoed niet goed is opgenomen in de omgevingsvisie, wordt het straks veel moeilijker om dat bij besluiten van college en raad bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mee te nemen. Daarom is het van belang dat niet alleen de beschermde monumenten worden benoemd. Het gaat over de identiteit van je eigen stad of streek. En dat is meer dan alleen een historische binnenstad, een oud gebouw of een grafheuvel.